Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups and Down. Ik probeer het nu al 3 keer op te nemen. Echt. De hele tijd heb ik een kind er die doorheen schreeuwt of moet niezen. Of... Maar goed. Welkom bij nieuwe Ups and Down. En vandaag is de laatste dag dat Niels werkt. Hij heeft dan 2 weken vrij. Ja. En ik had er gisteravond ook met Niels zo over. Nu heb ik 2 weken eigenlijk vol tijd voor Jordi gezorgd. En ik merk wel dat het kind gewoon groter aan het worden is. En dat is helemaal niet om te klagen, hè. Dit is echt niet om te klagen. Maar ik merk gewoon dat het kind groter aan het worden is. Ik merk dat hij zwaarder wordt. Ik merk dat hij een eigen willetje krijgt. Want ondanks dat hij geestelijk 1 krijgt, stoppen sommige dingen. Stagneren een beetje. Groeien weer langzaam mee. Maar sommige dingen zijn wel gewoon als van een 6-jarige. Zoals zin doordrijven, dat soort dingen allemaal. Hoort er gewoon allemaal bij. En hij zet ook zijn gewicht in, die slimmerik. Ja, die zet zijn gewicht in. Dus we zijn al een tijdje bezig met dat hij bijvoorbeeld van de trap af leert lopen enzovoort. Begint hij nu al door te krijgen, maar bij Niels doet hij het wel. En bij mij, het zit te klooien. Dus dan wordt het weer gevaarlijk op de trap. Dus ik heb met Niels afgesproken dat ik lichamelijk gewoon echt niet kapot ben. En dat we dan ook een paar dagen even rustig aan doen. En dat we dan ook gewoon in die 2 weken gewoon bepaalde dingen nog eventjes oefenen en dat soort dingen. Maar dat hij mij kan ondersteunen en dat ik Jordi kan laten weten van nee, je gaat dit wel doen. Of hoe linksom, rechtsom, voor of achter. Maar ik hoop dat ik in die 2 weken gewoon weer wat rust in mijn lichaam heb. Want op dit moment sta ik op en denk ik echt bij mij, oké, ik heb vandaag de marathon, of gisteren de marathon gelopen en vandaag ben ik de pineut. En dan sta ik zo op en ja, dat gaat een tijdje goed, maar ook niet altijd. Dus ik heb vandaag met Niels afgesproken dat ik het gewoon rustig aan doe. We zullen het wel zien hoe het allemaal loopt en gaat en doet. En ik heb wel nog goed nieuws. Oh, en dit van net was niet om te klagen hoor. Het is gewoon de realisatie en de realiteit van het feit dat die groter wordt. En dat sommige dingen ook gewoon zwaar zijn. En dat is echt niet om te klagen, want het kind doet het eigenlijk na van wat hij kan, doet hij het eigenlijk gewoon heel goed. Hij heeft wel heel veel buikpijn momenteel. Maar dat hoort ook gewoon bij de hiersprong en het weer. En dat soort dingen allemaal. Maar goed, ik heb goed nieuws. Niels die heeft afgelopen week ervoor, heeft hij een kaart aangevraagd voor invalide parkeerplaats. En we wilden daar eigenlijk helemaal niet aan. Maar we komen steeds meer op punten terecht. Dat als we met Jordi zijn, we nemen sowieso altijd zijn rolstoel mee. Maar als we met Jordi zijn en we moeten even snel naar de winkel, dan is het soms makkelijker om hem gewoon even in het karretje te zetten. In plaats van dat we die rolstoel moeten pakken enzovoort enzovoort. Maar dan moet je of met hem naar het karretje toe lopen en dat is gewoon veel te ver vaak. Of je staat met hem op een punt dat hij gewoon niet meewerkt. Of linksom, rechtsom. En dan moet je gaan tillen. Ja. Want als je uit de winkel komt en hij werkt niet meer mee, ja, dan moet je sjouwen en tillen. Ja, dat werkt gewoon echt niet. Het is niet alleen daarvoor, het is voor meerdere punten. Gewoon lichamelijk voor mij, dat het gewoon, als ik met Jordi ben, dat het gewoon niet, soms niet te doen is. Maar goed, met Liam en Sam is dat niet zo erg, want die kunnen zelf lopen en die blijven gewoon met mama. En Jordi, die, als hij midden op het moment denkt bij zijn eigen, ik ben er klaar mee, dan hebben we dus een probleem. Dus vandaar dat we, er zitten nog wel meer redenen achter hoor, maar het is gewoon lichamelijk op dit moment gewoon even lastig. En is het niet erg, dat is prima.
We hebben hem voor 5 jaar toegezegd gekregen. Als wij die kaart gebruiken, moet Jordi er ook bij zijn. En dat is helemaal logisch en dat is helemaal goed. Want ik denk dat als ik alleen ben, dat ik niet eens op die invalide plaats zou willen parkeren. Maar het is voor ons wel weer een hele stap geweest om het überhaupt aan te vragen. Niet alleen omdat het geld kost, maar je hebt ook niet de zekerheid dat je hem krijgt. Dat. Dus, maar goed. Voor ons is het een mijlpaaltje dat we die hebben aangevraagd. En ik denk dat we er voor Jordi wel heel veel baat bij kunnen hebben. Dus toppie. En nou ga ik even op de bank nog verder zitten. En dan ga ik daar fruit maken voor de kinderen. En wachten totdat de dag voorbij is. Want als het goed is, is Niels tegen 4:30 thuis. En dan gaan we kijken wat we gaan eten en doen. Een hele goede morgen, begin van de middag. Wij zijn al naar de winkel geweest. Ik heb kompassen aangezet. Ik heb alle bedden afgehaald. En ik ga nu even beddengoed ophangen beneden. Want ja, hè, mooi weer, dus dan droog je makkelijk en snel. Gisteren heb ik helemaal niet zoveel meer gedaan. Waardoor ik vandaag veel meer moet doen. Maar dat maakt niet uit. We zijn met z'n allen naar de winkel geweest. En hebben boodschappen gedaan voor de komende paar dagen. Misschien dat ik nog wel iets mis, maar fruit en brood en avondeten heb ik in ieder geval. Dus dat. De kindjes zijn lekker buiten aan het spelen met water. Jordi, die wordt op dit moment even verzorgd door Niels. En beneden ga ik van alles doen. De kindjes zijn toch buiten. Dan ga ik even mijn gelijk weer beddengoed aanzetten. Zodat die zo dadelijk ook opgehangen kunnen worden. En dan kan het straks allemaal weer. Oh, daar gingen jullie. Dan kan het straks allemaal weer lekker op de bedden. Het is warm. Daarom ga ik nu ook niet hier poetsen boven. Zo. Dat staat weer aan. En hoppakee. Dan gaan jullie weer mee naar beneden. En ik weet niet of dit een hele leuke vlog gaat worden hoor. Want ik ben gewoon met van alles bezig. En ja, het heeft geen nut om dingen te vloggen als je alleen maar blote konten gaat zien. Want dat gaan we niet op YouTube zetten natuurlijk. Dus ja, ik ben weer beneden.
Nou, het regent. Ja. We hebben de deuren openstaan. Nou, hè? Ja. Daar zitten we dan. En Niels wilde daar nog wel met die kinderen in dat blauwe ding wat we daar hebben staan. Nee. Nou, ik denk het niet. Het heeft dus net geonweerd en de hele shitzooi. Nu is het allemaal, daar is het onweer, die gaat die kant op. Hé, hey, een regenboog. Jee. Daar is het alweer zonnig. Maar Sam wilde nog even lekker spelen in het badje. Dus we laten hem lekker. Het is al lang voorbij hun bedtijd. Maar hé, hey, het is gewoon warm. Het is gewoon echt warm. Dat ga je kinderen gewoon niet aandoen. Dus ze zijn nog even lekker hun ding aan het doen. Het is nu 7:50 ongeveer en lekker heen laten doen. Nee, niet drinken! Nee, niet drinken! We zijn een uurtje verder en de kinderen die liggen net in bed. Heel eventjes uitpuffen en dan eventjes de boel hier aanpakken. Ik heb straks al die dingetjes hierboven gedaan. Maar vooraan meeleven aan de binnenkant, bank afgedaan enzovoort. Dus hoef ik allemaal niet meer te doen, dus dat is fijn. Eventjes de boel fractioneren daar. En... eventjes alles hier opruimen, stofzuigen, dweilen en dan vind ik het wel weer gescheten. Maar dan is het in ieder geval weer netjes. En daarna lekker op de bank voor de waaier met mijn kop. Een hele goede morgen. Het is zondag. En we gaan lekker ontbijten. Het regent! Klaar. Is de regen klaar? Tot de volgende keer. Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat er weer regen komt, jongen. Ze is klaar. De regen is niet klaar. Regen nog steeds. Doei. Doei. Tjitjwa? Nee, geen tjitjwa. Tjitjwa, tjitjwa, tjitjwa. Op je plaats! Strek je armen! Vuisten maken! Duimen omhoog! Schouders op! Hoofd omhoog! Billen naar achteren! Voeten naar binnen! Chichiwa, 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 wa, wa! Ik zing maar het hele riedeltje af, dan ben ik er in één keer een heel eind vanaf. Nou dat. We moesten eventjes voor een aantal dingetjes naar de intratuin. En de kinderen hebben een bezem gekregen. Maar vegen. Je moet niet rennen met de bezem, maar vegen. Oh ja. Ze jatten elke keer onze bezem. Zeg tegen Niels, ik zeg nou, dan mogen ze een eigen bezem. Ja. Sam denkt dat hij ermee kan vliegen. Aangezien het weer ook echt meewerkt, zijn we maar lekker op de bank gecashed. Moet ook een keer kunnen. Lekker relaxed. Go, go, go.
Waar is papa? Papa weg. Ga papa zoeken. Ja, ga jij kijken waar papa is? Er komt er nog een aan. Ga kijken bij papa. Hij wil ook papa. Hij wil erbij. Hey. Papa, hier, kun je een grotere maken? Ik heb er nog een neergelegd. Oh, moeten wij dat gaan doen nou, Liam? Oh, moet jij en ik nou gaan doen dan? Ja, kom. Gaan wij dat ook doen? Hun kunnen verstoppelen, wij ook, hè? Kom maar gauw. Ja, kom maar gauw. Wij gaan ook verstoppelen. Wij zijn ook weg. Hi. Hi, waar zijn we nou? Mama. Een kusje op. Ja. Kindje ligt in bed, poeltje opgeruimd. Tuin is opgeruimd. Ja, dus we gaan even film kijken. Dus bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Ik heb spraakgeblek. Bij deze gaan we deze ups en downs ook afsluiten. Ja, precies dat. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.